Hallo mensen, mijn naam is de Mad Luigi en momenteel heeft iedereen op het internet dezelfde vraag. Waar is de februari Nintendo Direct? De laatste tijd zijn er een heleboel geruchten over een potentiële Nintendo Direct die ergens deze maand zou moeten uitkomen. Volgens bepaalde geruchten zou er zelfs eentje op 7 februari confirmed zijn. Maar zoals je misschien hebt gemerkt is het momenteel geen 7 februari meer. Nou, de kans is daadwerkelijk heel groot dat er deze maand een Nintendo Direct aankomt. Ik bedoel, de laatste paar jaren start Nintendo het nieuw jaar met een februari Direct. Daarbij hebben Xbox en PlayStation al een grote events gehaald aan het begin van het jaar. Dus het is logisch dat Nintendo deze trend zelf ook gaat volgen. Het zou mij zelf niks verbazen als er eentje wordt aangekondigd terwijl deze video nog in de maak is. En als dat het geval blijkt te zijn, dan had ik misschien iets eerder moeten gaan werken aan deze video. Maar nu vraag je jezelf misschien wel af. Als je zo zeker bent dat er een Nintendo Direct aankomt, waarom maak je deze video dan? Dat heeft één simpele reden. Het internet is verschrikkelijk vervelend aan het doen. Niet alleen zijn er te veel verwachtingen over deze opkomende Direct, maar mensen zijn daadwerkelijk boos omdat er geen Nintendo Direct is. Overal op YouTube zie ik video's van mensen die deze Direct aan het ophypen waren. En ik snap het, we willen allemaal incashen op die Direct hype. Ik bedoel, waarom denk je dat ik nu deze video aan het maken ben? Maar ik denk dat de mensen echt moeten gaan chillen. Jullie weten allemaal dat ik niet de grootste fan ben van leaks en rumors. Het enige wat ze doen, zijn hoge verwachtingen creëren waar bedrijven vervolgens niet echt aan kunnen voldoen. Of ze verpesten juist een hele leuke verrassing waarvan hadden kunnen genieten tijdens het kijken van een presentatie. Recentelijk was er nog een groot gerucht over een Sonic Generations remaster met wat shadow content erbij. En toen ik de nieuwste State of Play keek, was het exact wat we kregen. En aangezien we het nu toch over Sonic hebben, wil ik even zonder enige reden zeggen dat Sonic Unleashed een van de beste videogames is die ik heb gespeeld. Maar een van de grootste verwachtingen voor deze opkomende Nintendo Direct is natuurlijk de Nintendo Switch 2. Er is een heleboel hype voor Nintendo's nieuwe console. Een heleboel mensen, waaronder ik, verwachten dat dit systeem ergens dit jaar wordt aangekondigd en misschien zelfs uit zal gaan komen. Ondanks dat ben ik ervan overtuigd dat wij dit systeem niet gaan zien tijdens de februari Nintendo Direct. In feite, ik denk dat deze Direct niet eens zo speciaal gaat worden. Ten eerste heeft Nintendo letterlijk nog nooit in een Nintendo Direct nieuwe hardware aangekondigd. Iedere keer dat er een hardware reveal is, doen ze dat op een stage, via een trailer op een YouTube of, in het geval van de Nintendo Switch, via een tweet op een Twitter-account, gevolgd door een trailer. Dus hun idee dat Nintendo nu opeens een grote nieuwe hardware reveal gaan doen in een willekeurige Nintendo Direct is belachelijk. Ten tweede denk ik niet dat wij zoveel games van Nintendo gaan zien waar wij niet al bekend mee waren. Als je gaat kijken naar de soort games die binnenkort uitkomen, dan zie je een bepaalde trend. Ports, remasters en een heleboel Mario. Ik denk dat het is omdat Nintendo intern hun focus wisselt naar de nieuwe hardware. En ik denk dat tot die games uit zijn, Nintendo nog geen interesse heeft om nieuwe grotere games te laten zien. De nieuwe games zijn duidelijk bedoeld voor de Nintendo Switch 2. Maar waarom zou je die aankondigen als er nog geen systeem is aangekondigd waar je die op zou kunnen spelen? Het is natuurlijk mogelijk dat er een paar cross-gen games gaan zijn. Ik bedoel, denk bijvoorbeeld aan Metroid Prime 4. Of in het geval van de Nintendo Switch 1, om het zo maar te zeggen, Breath of the Wild. Maar het maakt een grotere impact om deze games aan te kondigen met het mooie nieuwe systeem. Daarbij denk ik dat Nintendo eerst grotendeels de games die nu nog moeten uitkomen voor de Nintendo Switch willen gaan verkopen voordat ze een nieuwe console laten zien. Wil je weten wat ik verwacht voor de februari Direct? Een klein maar fijne Nintendo Direct Mini. Deze Direct zal vast een heleboel third-party games hebben, maar natuurlijk een goed aantal farming sims. Als er recente geruchten over Xbox en first-party games juist zijn, dan is dit zeker de Nintendo Direct waar die games zoals Hi-Fi Rush voor de Switch gaan worden laten zien. Misschien krijgen we zelfs een physical release. En natuurlijk krijgen we de laatste paar trailers van games zoals Princess Peach Showtime. Misschien zit er zelfs een leuke verrassing in aan het einde. Een typische one more thing? Maar naast een cinematic trailer voor Metroid Prime 4 kan ik me niet voorstellen dat we daar nog verder van wat zouden zien. Ik denk dat met alle hype van de nieuwe console, de geruchten en de leaks, deze direct veel te veel hype krijgt. Voor hetzelfde geld brengt Nintendo geen direct uit deze maand. En is het enige wat we krijgen de opkomende Pokémon Direct voor Pokémon Day. Dus dit is een oproep aan iedereen die op iedere tweet van Nintendo een reactie achterlaat, smekend om een Nintendo Direct. Chill AUB, eet een croissantje, geniet van het hier en nu. De Nintendo Direct komt wanneer die komt. En in het geval dat hij niet komt, dan is het geen probleem. Want aan het einde van de dag zijn het maar advertenties die onze bankrekening leegroven. Ik hou van Nintendo Directs en gamepresentaties in het algemeen. Ze zijn altijd zo leuk en spannend om te streamen. De ene keer is de presentatie die me niet zoveel boeit, en een andere keer is het de grootste hype die ik in jaren heb gevoeld. Maar het is belangrijk om te onthouden dat we prima zonder kunnen voor een periode. Je moet niet altijd alleen maar focus hebben op het nieuwe en wat er gaat komen. Neem ook even de tijd om die duizenden games uit je backlog te spelen. Zoals ik. En in ieder geval, vonden jullie deze video leuk? Geef dan een like, abonneren ze ook wel leuk zijn. En wat vinden jullie hiervan? Wat denken jullie over deze opkomende, potentiële Nintendo Direct? Krijgen we er eentje in februari? Of zijn al die geruchten toch nep? Of misschien krijgen we niet eens een Direct, maar een trailer op Twitter over een nieuw Game Plus DLC voor Pikmin 4? Ik persoonlijk hoop op het laatste.
En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye! Thanks, Tim.